Ja, je loopt inderdaad rond hier, alsof je even bij je ouders nog komt wassen of zo, terwijl je op kamers bent. Ja, goed. Het is een fijne tijd gehad, dus het is leuk om even terug te komen. Ja, wat dacht je toen ze je belden? Nee, goed, uiteindelijk hadden we natuurlijk dit afscheid echt van lang van voor al gepland. Nadeel was dat we eigenlijk altijd tegelijk speelden en wij natuurlijk ook een druk programma hadden, dus het kon eigenlijk niet anders. Dit was echt de eerste mogelijkheid. En daarna is het natuurlijk wel leuk dat het zo'n leuke wedstrijd is. En het stadion mooi vol, dus dat is leuk. Ja, is het gek om zo rond te lopen, zo'n ereronde? Lijkt me best wel apart. Nee, nou goed, dat zijn wel leuke dingen. Wat ik zei, ik heb hier super tijd gehad. En ook zeker met de supporters die me uiteindelijk enorm gewaardeerd hebben. En ik had altijd hier een eigen liedje. Hoe ging die ook weer? Ja, weer gast on fire. Dat was een beetje slecht gestolen, maar nee, maar dat is super leuk om even terug te zijn. Ja, je bent terug en hier liep je 1-2. Je hebt het hier verdiend allemaal. Ja, nou ja, goed. Ik heb hier uiteindelijk zeker als voetballer enorm goed kunnen ontwikkelen. En ik ben deze club daarvoor enorm dankbaar. Ik ben hier international geworden. En wat ik zeg, uiteindelijk een fantastische transfer kunnen maken vanuit AZ. Dat heeft zeker goed geklikt zo. Het is gek, hè? Want je bent een type dat continu maar weer iedereen verrast. We hadden het gisteren met Gert-Jan Verbeek er onder andere over. Emmen, dan bij Heracles. Even kijken wat voor vlees er in de Kuip is. Datzelfde geldt bij AZ en dat is nu ook weer in Duitsland zo. Maar toch kom je altijd weer bovendrijven. Ja, daar ben ik goed in. Ja. Goed. Is dat je stilo of moet je ermee dealen? Nou goed, uiteindelijk heb ik gewoon mijn carrière heel bewust opgebouwd. En heel bewust daarin planning gemaakt. Om de 2 jaar een stap gemaakt. Ik denk dat essentieel is voor je carrière. Om de juiste keuzes te maken, de juiste clubs en de juiste mensen om je heen te hebben op het juiste moment. En dan is het uiteindelijk aan jezelf en de eigen vaardigheden die je hebt. Dat je uiteindelijk elke keer aan het hoger niveau aan kan pikken. En dat je uiteindelijk daar de bereidheid hebt om daarin te investeren. En dat kost natuurlijk gewoon veel tijd en energie. Maar goed, dat gaat me nog steeds goed af. Ja, en dan is in Duitsland dus weer van hetzelfde laken een pak. Want daar moet je denk ik nog harder werken. Ja, in de wedstrijd is tempo en intensiteit. Als je dan inderdaad zo nu vandaag kijkt, dan merk je gewoon echt het verschil. Want dat verschil is enorm en zeker in intensiteit. En uiteindelijk is daar in arbeid wordt er nog weer meer gevraagd dan hier. En goed, uiteindelijk om mee te kunnen op dat niveau zul je jezelf ook daarin nog weer moeten verbeteren ten opzichte van hier om sterk genoeg te zijn. Ja, dus weer lopen met zakken zand op je rug, bos lopen, wat doe je allemaal extra dan? Ja, dat hebben we in de voorbereiding allemaal gehad. Ja, dus goed, zolang hebben we niet meer tot het einde van het seizoen, dus dan gaan we er weer voor. Maar, dat was een hele pittige voorbereiding. Ja, maar je begint zelf al over dat Weghorst on fire. Gisteren was het echt zover, toen was je echt on fire. Want we doen de Bundesliga uiteraard ook bij Fox. Gisteren was een topdag met 3 doelpunten en 2 assists. Alle 5e doelpunten betrokken. En, ik heb er nu 13 gemaakt dit seizoen. En daar kan ik meer dan tevreden mee zijn. Ik heb nog 8 wedstrijden. Eigenlijk had ik mijn doelstelling eigenlijk al gehaald. Maar we gaan nog even wat bonus pakken zo. Ja, want wat was je doelstelling dan? Ja, 12 in de competitie. Ja, officieel. Uiteindelijk heb ik er in de beker ook 1 gemaakt. Wat ik ook gewoon belangrijke doelpunten vind. Maar uiteindelijk in de competitie had ik zoiets van 12 wel voor ogen. En die heb ik nu gehaald. Eerste hat-trick? Ja, eerst sowieso in mijn carrière. Ik heb hier met AZ 1 keer een vriendschappelijk potje tegen Brugge maakte ik de 1, maar dat is niet te vergelijken natuurlijk. Dit was mijn eerste keer, dus dat was wel gaaf. Ja, want dat is een bucketlist ding toch, voor een spits? Ja, als spits zijn zonder hat-trick dan... Dan ben je geen goede spits? Ja, dat is niet compleet, dus tuurlijk. Uiteindelijk maakte ik de 2 en ik was er echt wel op gebrand om door te gaan en die 3e te maken. Ja, en uiteindelijk vlak voor tijd viel die, dus dat was super. Wat heb je met die bal gedaan? Ja, hij ligt in de auto nog. Oh, hij ligt nu nog in de auto? Ja. Ik ben natuurlijk doorgereden vanaf Wolfsburg naar hier. Ik heb die meegenomen. De jongens hebben hem allemaal gesigneerd. En ik heb er zelf wat moois opgezet, dus die krijgen wel een mooi plekje. Ja, dan ben ik benieuwd. Wat staat erop? Ja, gewoon de wedstrijd en gewoon de uitslag en een aantal doelpunten en minuten erbij. En wat ik zei, de jongens hebben allemaal wat leuks opgezet uit het team. Dus, ja, want je bent een verzamelaar. Ja, nee, goed. Ik vind het leuk om de dingetjes te hebben. Gaat het goed? Ja, gaat goed. Gaat net goed. Broeier. Nee, ik vind het leuk om dingen te hebben, om shirtjes te ruilen, om wat ik zei, krantenknipseltjes, een plakboek eigenlijk wat mijn vriendin altijd van al die jaren bij heeft gehouden, echt vanuit Emma. Ik denk dat voor later, voor de kinderen en ook zeker voor mezelf zijn dat leuke dingen. Heb je een speciale kamer voor, logeerkamertje, Weghorstmuseumpje? Ja, nou, die komt straks wel. Goed, moet nog eventjes bij, maar ik heb nu alles bij mijn vader in de opslag boven. En uiteindelijk straks, als we onze eigen woning hebben, dan komt er inderdaad een klein museumpje, een klein kamertje. Ja, zat jou ook dwars, hè? Nooit winnen van een topclub. Dat moet vandaag dan maar gebeuren. We zijn halverwege, maar het kan.
Ja, nee, het kan zeker. Goed, dat was natuurlijk altijd een item en dat is het helaas nog steeds. Ja, goed, ik denk dat ze de mogelijkheden hebben gehad en zelfs de betere mogelijkheden ook. Dus ja, ik hoop het voor de jongens dat ze het kunnen doen vandaag. Ja, je hebt wel één naïeve basisfout gemaakt. Vertel. Ja, je staat hier wel in je hippe jasje. Ja, nou ja, goed, ik heb nog niet die ervaring die jij had. Maar gelukkig waait het hier nooit zo. Dat bedoel ik, dat wist je toch, man. Als ik dat geweten had, had ik een andere jas aan gedaan. Snel naar binnen. Dankjewel. Hoi.